Goedenavond en welkom bij Ter Zake. Italië beleeft de dodelijkste dag sinds de uitbraak van corona. In Cremona, Noord-Italië, kan het lokale ziekenhuis de toevloed patiënten nauwelijks aan. Ci sono stati tanti decessi. E questo ci fa morire perché pensiamo di non riuscire a fare quello che siamo qua per fare, curare la gente e farla star meglio. In realtà noi la vediamo morire, questo ci fa morire anche noi. We bieden u een unieke blik achter de schermen. Professor Herman Goossens is onze gast. En ook in de ziekenhuizen in ons land is het alle hens aan dek. We spraken een maag-darm-specialist die omgeschoold wordt om mee te kunnen draaien op intensieve zorgen. Ik slaap niet goed 's nachts, nee. Absoluut niet. Ik word 's nachts wakker en het eerste dat er door je hoofd gaat, begint je te malen van wat gaat het vandaag geven. Er is een storm aan het komen. Ja. Het is woensdag 18 maart. Dit is Ter Zake. Cremona in Noord-Italië is een stadje met de allure van Verona. Bekend van zijn nougat en als geboorteplaats van vioolbouwer Stradivarius. Een verborgen parel in Lombardije. Maar tegenwoordig vooral een stadje in de frontlinie van de strijd tegen corona. We tonen u een reportage die een Italiaanse collega maakte in het ziekenhuis. U hoort de artsen en verplegers aan het woord en ziet de zware impact die het virus heeft op sommige zieken. Ci sono stati tanti decessi e questo ci fa morire perché pensiamo di non riuscire a fare quello che siamo qua per fare, curare la gente e farla star meglio. In realtà noi la vediamo morire, questo ci fa morire anche noi. Non sono solo anziani, ci sono anche persone giovani e anche le persone relativamente giovani possono andare male. We zijn in het ziekenhuis van Cremona. Dit is een van de frontlinies in de strijd tegen het coronavirus. De eerste patiënt is hier op 21 februari gearriveerd. Meteen daarna werd het eerste geval ontdekt in Codogno. Sinds die dag is niets meer zoals het was. Ho ricoverato il primo paziente del nostro ospedale il 21 di febbraio. E cosa sapevo? Sapevo quello che sapevano tutti fino a quel momento. Dopo il terzo paziente abbiamo capito che non era quello che tutti pensavamo, cioè non era una banale influenza. Questa mattina siamo a 577 pazienti Covid positivi nei due presidi, quello di Cremona e quello di Oio. A casa ci vado qualche ora di sera, dove muoio sul divano e sprofondo in un sonno che non è sonno perché mi sveglio ogni ora con gli incubi. Mi aspettano mio marito e mia figlia che mi parlano e io non li ascolto. Loro mi chiedono se li sto ascoltando, ma io non li sento. Ed è terribile. Adesso andiamo verso la terapia intensiva, la vera prima linea di questo ospedale, dove 30 malati lottano contro il coronavirus. Allora noi adesso vediamo tutti i sistemi di protezione individuale, i dispositivi di protezione individuale, quindi il camice, i calzari, la cuffia, i guanti che sono da cambiare rispetto a quelli che ha addosso, la mascherina chirurgica e gli occhiali protettivi. De patiënten op deze intensive care afdeling worden kunstmatig beademd en liggen ook op hun buik. Dat moet zorgen voor een vlottere werking van de longen en een betere zuurstofuitwisseling. Cioè, noi dobbiamo tenere conto addormentare gli ammalati e pronarli, cioè metterli a pancia in giù. E questo è veramente di notevole impegno. Malgrado ciò, non è detto che si ottengano sempre dei buoni risultati. Mi ha colpito che noi siamo impotenti davanti a questa situazione. È vero, noi siamo operatori abituati ad avere pazienti gravi in fin di vita, ci crediamo molto, ma questo susseguirsi così repentino di pazienti in pericolo di vita non siamo abituati nemmeno noi. È dura per tutti. Una situazione di questo tipo non l'ho mai vista in vita mia, devo dire la verità. Stiamo facendo il massimo dello sforzo, soprattutto con i miei infermieri, perché poi
l'aspetto, diciamo così, dell'assistenza primaria è loro. Purtroppo qua da noi non abbiamo ancora visto nessuno risvegliarsi. Noi abbiamo bisogno di togliere il tubo a qualcuno e di vedere che qualcuno sta meglio, perché altrimenti non riusciamo ad andare avanti. Abbiamo bisogno di qualcosa che ci faccia capire che quello che stiamo facendo serve. Helaas is de overwinning in deze strijd nog ver af. En op de spoedafdeling blijven er nog altijd patiënten binnenkomen. Questa mattina, oltre ad avere i pazienti già ricoverati, nei due pronto soccorsi abbiamo qui a Cremona 59 pazienti in attesa di ricovero e nell'altro presidio, l'Olio Po, 19 pazienti in attesa al pronto soccorso di essere ricoverati. Abbiamo trasformato malattia infettiva, abbiamo raddoppiato i letti, abbiamo aperto un reparto nell'arco di 12 ore, abbiamo rimodulato i vari reparti trasformandoli in reparti Covid. All'inizio avevamo così un supporto degli altri ospedali limitrofi, adesso si stanno saturando i posti un po' in tutte le rianimazioni perché abbiamo proprio la difficoltà logistica di sistemare questi pazienti, di trasferirli necessariamente. Per cui quello che mi fa paura è il domani. Op andere afdelingen is de situatie niet veel beter. Door het stijgend aantal besmettingen en een gebrek aan medicatie voeren de zorgverleners een wanhopige en oneerlijke strijd. Adesso andiamo in pneumologia, che è stata trasformata praticamente in una subintensiva di 30 posti letto, dove ci sono pazienti che fanno una ventilazione non invasiva. Sente questo rumore? Come? Il rumore. Sì, cos'è? È l'ossigeno. Quarant'anni che faccio il medico e non ho mai visto una cosa del genere. Purtroppo c'è una mortalità significativa. Colpisce, purtroppo, ahimè, solo le persone anziane. Abbiamo avuto anche un 23enne. Noi stiamo usando tutte le medicine all'ultimo grido, dall'antiinterleuchina 6 ai vecchi e nuovi antivirali. Devo dire che l'effetto di questi antivirali, dal mio punto di vista, è molto deludente. In afwachting van nieuw materieel en medicijnen rekent iedereen in Italië op de kracht en de toewijding van deze mensen. Vorrei che quando tutta questa lotta contro questo nemico finisce, i cittadini si ricordassero di questi medici e di questi infermieri che hanno fatto di tutto. Io ho creato un hashtag, io non dimentico. We gaan nog even naar de man die deze reportage maakte, Gian Micalessin. Good evening to you, Mr. Micalessin. You are a journalist, documentary maker, a war correspondent, in fact. This is a very different kind of war you made the report on. It's really different. It's very sad. Good evening to all of you. I mean, in my life, I covered more than 30 conflicts, and I never saw something like this. You know, yesterday I was in Nembro, a small village with less than 12,000 people, and they had 100 people killed by the disease. Every family, every single person in that village can say to know 20 or 30 people that have been killed by the disease. And tonight, the report says that in Italy we had 475 new deaths. So it means that the figures are worse than those in China. In China, we never had 475 people killed in a single day. You made this report a couple of days ago in Cremona. Do you know what the situation is there right now? And why was Cremona so, and is Cremona still so heavily hit by this disease? Cremona still is the third city for number of disease in Italy, after Bergamo and Brescia, two other cities of Lombardia. But Cremona was the first city to be affected from a big wave of people from the disease. In the first 2 days, on the 21st and 22nd of February, the hospital became completely full, and still it is. You can understand that it's a small city, 72,000 people, and now the hospital has more than 600 patients with COVID
affected. And so this is really stressing the doctors, the nurses. The nurses are crying, saying we cannot save them. They are dying under our eyes. You mentioned the figures of today's death toll in Italy. Can you say a little more about the situation in general in Italy at the moment? Well, situation is really sad because, I mean, we try to close the city, we try to close the region, but still it seems that some people don't understand the necessity to stay at home because you still see people on the street in some big city like Milan or early in the morning when the people travel. So my impression is that if we don't close totally Italy, as it has been done in China, we'll never get out from this. Yeah, because that's the idea now in the whole of Europe, to flatten the curve. Italy has taken extreme measures, a lockdown, really. Are you saying it's not working? Is the curve not flattening then? It's still not working. Still people are around. And unfortunately, this is the good and the bad of a democracy. In China, you can force people to stay home, not to move around. In Italy, it's almost impossible, as in all Europe, I'm afraid. Thank you very much for talking to us. Herman Goossens, welkom. U bent professor klinisch biologie en u bent van Antwerpen. Ja. Zeer treffende beelden vanuit Italië. U kent mensen ook die in Cremona werken. Mm-hmm. Hoe beoordeelt u de situatie daar? Dramatisch, hè? Dit ziekenhuis is een van onze ziekenhuizen waar we al jaren mee samenwerken in het kader van Europese projecten. We hebben daar een infectioloog, Angelo Pan, waarmee we al heel lang samenwerken. Dus ik wist van de verhalen. Dat is ook een van de ziekenhuizen waar men een bepaalde ronde gezegd heeft, boven de 60 kun je niet meer reanimeren. Dus dat is dramatisch. Ja, is dit wat ons te wachten staat? Dit staat ons te wachten als men zich niet houdt aan wat de regering heeft beslist. Dat is duidelijk. Ik kan er daar een berekening over maken. Hè. Kijk, 5% van de patiënten die besmet zijn, worden gehospitaliseerd. Daarvan komt 1/3 terecht op intensieve zorgen, dus dat is 1,5%. Daarvan weten we dat ongeveer de helft sterft, dat is 0,75%. 0,75% van 10 miljoen, dat is 7.500 doden. Dat is het beste scenario. Als we niks doen? Als we het perfect onder controle zouden hebben, is dat het beste scenario. Op dit ogenblik is de mortaliteit in Italië ongeveer in 7%. Dus dat wil zeggen, maal 10, onze cijfers. Dat wil zeggen, als we niets doen, als we het laten lopen zoals in Italië, en als we ons niet houden aan wat de regering beslist, dan kom je op een mortaliteit van ongeveer 75.000 mensen die zouden sterven de komende maanden. Dus men moet absoluut de maatregelen opvolgen, anders gaan we naar een drama. Ja, nu hoorde de journalist zeggen, nog onder de indruk duidelijk van de reportage die hij gemaakt had, van ja, het lukt niet met zo'n lockdown. Heeft hij gelijk of denkt u, ja... Wat China heeft gedaan, dat kunnen we niet. China heeft twee zaken gedaan. Enerzijds een soort van lockdown, maar anderzijds hebben ze massaal getest. Moleculaire testen, CT-scans gedaan, temperatuur gemeten. En al diegenen die positief waren, die besmet waren, die werden apart gezet. Dus die werden in stadiums gezet of in hotels geplaatst of zelfs gehospitaliseerd. Zodanig dat ze al die besmette gevallen uit de gezin hebben weggehaald. Waardoor dat de verspreiding binnen de gezinnen enorm naar beneden gegaan is. Gecombineerd met een social distancing die enorm was. Kun je het inderdaad onder controle krijgen. En dus hebben ze op dit ogenblik nog zeer weinig gevallen in China. Maar daarvoor is het bij ons te laat, dus dat kunnen we niet meer. Ja, en er zijn geen testen. Er wordt ook niet getest. De aantal besmette gevallen is, dat wordt er telkens bijgezet, een onderschatting. Een enorme onderschatting. Ook daar kun je een heel simpele berekening maken. Er zijn vandaag 500 mensen gehospitaliseerd. Dus dat komt overeen met 5% van de besmette patiënten. Dus maal 20. Dus je kunt ervan uitgaan dat 10.000 patiënten besmet zijn. Maar eigenlijk wat je nu ziet, is zoals naar de sterren te kijken, is het verleden. Je moet eigenlijk 2 weken teruggaan. Dus je kunt ervan uitgaan dat het zelfs nog hoger zou kunnen zijn. Kan ook wel lager zijn. Maar dus er zijn
ja, makkelijk 10.000 mensen besmet. Ja. En als je weet dat het om de 4 dagen toeneemt, dan zien we waar we naartoe gaan. 10.000 nu, dat is 20.000 binnen 3-4 dagen. Dat is 40.000 binnen dan nog eens 8 dagen, enzovoort, enzovoort. Maar niet iedereen die besmet is, wordt daar heel, heel erg ziek van. Dat klopt. Of merkt het soms zelfs maar. Dat klopt, maar eigenlijk is dat niet relevant. Dus 80% van de mensen zullen inderdaad een griepje hebben, zoals men altijd heeft gezegd. En dan 15% wat ernstiger. En dan 5% moeten gehospitaliseerd worden. Maar eigenlijk, het zijn absolute cijfers die tellen. Ja, zelfs en, die 5% zegt u eigenlijk van dat hele aantal is, een mogelijk gevaar voor de gezondheidszorg. Daar komt het op. Enorm, omdat het een zeer besmettelijk virus is. Ik moet zeggen, elke dag ben ik onder de indruk meer en meer van de besmettelijkheid van dit virus. Dus dat verspreidt zich heel snel. En dus uw percentages zijn eigenlijk niet relevant. De absolute cijfers zijn heel belangrijk. Mm-hmm. Hoe kijkt u er dan naar dat bijvoorbeeld in Nederland en het Verenigd Koninkrijk gewerkt wordt met kudde-immuniteit, herd immunity. Men heeft daar het idee van, we laten het virus zich een beetje verspreiden. Mensen kweken immuniteit en gaan dan zo de zwakkeren ook beschermen. Als je een lockdown organiseert, of het nu een volledige is of niet, als je daarna dat het virus zogezegd verdwenen is, weer uitkomt, heb je geen immuniteit opgebouwd. Wat weegt het zwaarst? Dat klopt. Dat is heel moeilijk om die afweging te maken. Kijk, ik denk dat in China er een tweede golf zal komen. Ze hebben inderdaad mensen opgesloten in hun huizen. Ze hebben degenen die besmet waren uit de gezinnen weggehaald. Dus er is eigenlijk weinig immuniteit opgebouwd. Dus ik denk, als we het niet geleidelijk aan terug opstarten, de scholen, de fabrieken, en dan enorm gaan testen, dan denk ik dat er terug ergens de vlam gaat inslaan en dat er terug een piek gaat of een golf gaat komen. Dus waarschijnlijk weten ze dat ook wel. Mm-hmm. Ze zijn natuurlijk heel slim en ze hebben daar ongetwijfeld modellen over opgesteld. Maar dus ik verwacht toch dat er een tweede golf zou kunnen komen in China. Mm-hmm. Bij ons, ja, ik zou niet voor een lockdown, een totale lockdown, eerlijk gezegd, ik zou er niet voor gaan. Maar ik kan me ook vergissen. En ik denk, als je 10 experten rond de tafel gaat zetten, ga je 10 verschillende meningen krijgen, waardoor het zeer moeilijk wordt voor de politici om te beslissen. Dus ze hebben beslist, dus moeten we het ook uitvoeren. Het is geen totale lockdown. Hè? Nee. Op dit moment willen en ik denk het dat dat een goede aanpak is. Ik sta daar ook helemaal achter. Kijk, een totale lockdown, dat heeft een enorm impact. Dat heeft een impact op je economie. En dan zeg je, ja, maar goed, volksgezondheid is belangrijker dan economie. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel zo. Maar daarna ga je wel een prijs moeten betalen. En als je dan met een zware economische crisis zit, heb je ook een enorme impact op je volksgezondheid. Dus je ziet hoe moeilijk het is om de afweging te maken. Dus ik denk dat onze aanpak een goede aanpak is. Of het de juiste aanpak is, dat gaan we pas binnen enkele maanden weten. Maar ik zou inderdaad het houden bij wat men nu doet. En vooral zorgen dat de mensen dit alsjeblieft opvolgen en dat toch wel zeer ernstig nemen. Dat het ieders verantwoordelijkheid is eigenlijk. Hè. U werkt ook in Europees verband. Hè. Hebt u het gevoel van Europa zou meer kunnen doen? Want nu zie je dus verschillen tussen verschillende landen, gradaties ook. In hoe ver ze gaan in hun maatregelen. Is daar een rol voor Europa? Of zegt u van, dat zie ik niet, politiek of wetenschappelijk? Van, daar bent u deel van natuurlijk. Mm-hmm. Die rol is er, maar de commissie wil veel, maar ik heb inderdaad ook contacten met de commissie. De commissie wil wel heel veel doen en doet ook hun uiterste best. Maar de lidstaten zijn volledig soeverein op vlak van volksgezondheid. Dus ik zie het met ledenogen aan wat er aan het gebeuren is. En vandaar dat ik zo boos was afgelopen weekend over wat er in Nederland is gebeurd en dat men de restaurants en de cafés heeft opengelaten. Zij vormen een gevaar voor ons maar door natuurlijk, hun aanpak? Kijk, in Brabant, in Nederland, is er een belangrijke verspreiding. En dus mensen die op café gaan en die in restaurants gaan vanuit België, in Brabant, die gaan zich besmetten. Daar mag u zeker van zijn. Dus ja, wat is dan het effect van een beleid in België als men cafés en restaurants openlaat in Nederland, waar Belgen zich gaan besmetten? Nu, goed, de Nederlandse regering heeft dat dan ook de zondag rechtgezet. Maar dus het is wel belangrijk dat eigenlijk de landen dezelfde soorten van maatregelen zouden nemen. Natuurlijk, de situatie is een beetje anders in de verschillende landen. Maar toch, en je ziet het ook wel, hè, moet men mm-hmm. dezelfde soorten maatregelen nemen en moet men naar elkaar proberen toe te groeien, wat eigenlijk de afgelopen dagen wel is gebeurd. Maar anderzijds, goed, Frankrijk is een lockdown gegaan, de scholen zijn gesloten, bij ons niet, in Nederland ook niet. Dus ja, het blijft zoeken naar een gaande is. Maar goed, dat is een les die we moeten leren naar de toekomst toe, dat er toch echt moet samen overlegd worden over welke maatregelen men zou samen moeten nemen. Want nogmaals, het zal geen effect hebben als andere landen dit niet gaan volgen. Mm-hmm. We praten zo meteen verder.
We wilden namelijk ook wel eens zien hoe het er in de Belgische ziekenhuizen aan toe gaat. In Sint-Trudo, in Sint-Truiden, waren we welkom om mee te maken hoe mag- en darmspecialist Jochen Nijs werd opgeleid om op de dienst intensieve zorgen te kunnen bijspringen. Alleen, bij aankomst van onze ploeg ging de afdeling intensieve zorgen net in nog zwaardere quarantaine, omdat een patiënt onverwacht bleek corona te hebben. Stijn Valk. Ik slaap niet goed s'nachts, nee. Absoluut niet. Ik word s'nachts wakker en het eerste dat er door je hoofd gaat, begint je te malen van wat gaat het vandaag geven. Er is een storm aan het komen. Ja. Tot vorige week was ik maag- en darmspecialist en nu ben ik plots specialist, arts, covid-arts. Noem het hoe dat je wil, maar ja, het is mijn werk is geen 180 graden gedraaid, maar 720 graden gedraaid. Het is compleet, compleet, compleet anders. Wat er nu gebeurt, de voorbije twee dagen, dat is alsof er met een bulldozer door de organisatie gegaan is. En niets is nog zeker. En ja, veranderingen, dat is zelfs geen verandering meer. Dat is, en pas op, hè, dat wordt allemaal aanvaard. Hè. Dus we zijn echt allemaal samen. En dat gaat van alle geledingen van het ziekenhuis. Dat gaat van personeelsdienst, dat gaat van het onderhoud, dat gaat van verpleegkundigen. Ik bedoel, alles is absoluut broodnodig om de zaak hier draaiende te houden. Hier wordt echt oorlogstaal gebruikt. Hè. Men spreekt over de oorlog, het front. Men spreekt over een algemene mobilisatie. Dat zijn de woorden die hier dagelijks vallen. Hè. Dus ja, het is ons job. Het is onze taak. We moeten ervoor zijn. En we zullen dat ook met zoveel mogelijk kracht en inzet gaan doen. Wij gaan ook ziek worden misschien. En dan zullen er anderen voor ons moeten invallen. En dan is het hopen dat als wij ziek worden, dat we kunnen evengoed heel zwaar ziek worden. Hè. Dus het is heel koffiedik kijken. We schakelen nu zo snel, dermate snel dat ik nu niet weet wat morgen zal zijn. We kijken eerder bijna uur per uur. Vandaag weet ik het nu ongeveer, dat ik morgen moet werken of overmorgen moet werken. Ik weet het gewoon niet. Ik ben beschikbaar. We zullen wel zien. Wij hebben absoluut door dat het mogelijk heel ernstig gaat worden. En daar wordt inderdaad over gepraat, van ja, wat gaan we doen als alles vol ligt. Ja. Dat zal op dat moment moeten bekeken worden. De curve is al heel vaak in de media geweest. Alsjeblieft, als we er alles aan kunnen doen om die curve zo vlak mogelijk te houden, laat het dan zijn dat we die maatregelen wat langer moeten uitoefenen. Het zij dan zo, maar alsjeblieft, zorg ervoor dat we die capaciteit van de gezondheidszorg, dat we binnen die capaciteit kunnen blijven. En de toekomst zal uitwijzen of dat de inspanningen voldoende zijn geweest. Ik weet het niet. Ik hoop het echt van harte. Ik hoop het echt van harte. Ja, professor Goossens, ook artsen moeten uit hun comfortzone komen en zich klaarmaken om wat er ook op hen afkomt aan te kunnen, blijkbaar. Ja. Ik zie het bij ons ook elke dag. Hè. Uiteraard heel veel respect voor de artsen en voor de verpleegkundigen die hun werk proberen zo goed mogelijk te doen, die inderdaad moeten omgeschoold worden. Alleen maar enorm veel respect. En ik zie het inderdaad ook bij ons elke dag in het ziekenhuis, hoe onze directie probeert om nu alle hens aan dek bij te sturen en dagelijks probeert bij te sturen. Dus dat is indrukwekkend. Kan er of moet er meer gebeuren om ook het ziekenhuispersoneel, die mensen in de frontlinie zoals gezegd wordt, mm-hmm, beter te beschermen? Of ligt dat, zoals u in het begin al zei, eigenlijk toch weer telkens in handen van ons allemaal? Wel, er wordt enorm veel opleiding gegeven. Ook bij ons, elke dag is er een opleiding voor de artsen om ervoor te zorgen dat ze optimaal beschermd zijn. Om ook te voorkomen dat er veel uitval zou zijn. Dat valt op dit ogenblik nog goed mee. Maar het is een zeer besmettelijk virus. Dus inderdaad, onze artsen, onze verpleegkundigen en onze Belgische ziekenhuizen lopen in risico, maar toch blijven ze het werk doen. Dus we moeten ervoor zorgen dat ze optimaal beschermd zijn. En vandaar dat er wat paniek was natuurlijk, ja, dat er die voldoende maskers zouden zijn. Mm-hmm. U verwees er al naar. Hè. Cijfers van het aantal besmettingen zijn een onderschatting. Maar kan het eigenlijk ook dat we oververvoorbereid zijn? Je kunt
nooit oververbereid zijn. Als je ziet wat in Italië aan het gebeuren is, als je al de curves bekijkt van de landen nu in Europa, al die curves lopen parallel met elkaar, je ontsnapt er niet aan. Ja. Je kunt alleen maar zorgen dat je het probeert onder controle te houden en dat je probeert je voldoende ziekenhuiscapaciteit draaien te houden. Maar je kunt nooit genoeg voorbereid zijn. Absoluut niet. Maar weten we eigenlijk al waarom bepaalde mensen het zo zwaar te verduren krijgen, terwijl anderen er blijkbaar met heel lichte symptomen of zo vanaf zijn? Niet helemaal. Kan dat helpen als we dat eenmaal, of als de wetenschappers dat eenmaal doorzien om het beter aan te kunnen? Wel, dat is een van de projecten die we nu aan het een van de studies die we nu aan het opstarten zijn binnen ons Europees project, om te kijken wat zou de reden kunnen zijn dat bepaalde mensen toch gevoeliger zijn. En we zien ook bij ons een aantal jonge mensen die geen onderliggend lijden hebben, geen risicofactoren hebben, die plots heel slecht gaan. Het blijft natuurlijk wel zo dat de mortaliteit vooral bij de 80-plussers bijna 10% bedraagt. Dus ik zou zeggen aan de 80-plussers, blijf binnen en pas enorm op, want dat is toch vooral de risicogroep. Maar we zien het ook bij jonge mensen. En dat gaan we nu verder onderzoeken, wat daar de reden van zou kunnen zijn. Op dit ogenblik kan ik dat niet zeggen. Nee, maar het onderzoek is lopende, onthoud ik. En het zal niet de laatste keer zijn, denk ik, dat u langskomt. Professor Goossens, hartelijk dank voor de komst. Graag gedaan. Dat begrip kudde-immuniteit of groepsimmuniteit, in het Engels herd immunity, het is hier al een paar keer gevallen. Dat als strategie om corona te bestrijden, het blijft vragen oproepen. En we hebben ons nog eens heel precies de betekenis en voor- en nadelen daarvan laten uitleggen. Dirk van Zundert. Twee dagen geleden kwam de Nederlandse premier Rutte met deze boodschap aan de bevolking. De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Dat is wat de deskundigen ons nu vertellen. En wat ze ons ook zeggen, is dat we in afwachting van een vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen afremmen en tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. Het hoge woord is eruit, groepsimmuniteit. Daar kiezen ze dus in Nederland voor. Het komt erop neer dat als je genoeg mensen een virale ziekte laat doormaken, dan worden die er immuun of ongevoelig voor en dan kan het virus in de rest van de bevolking niet meer overleven. Bij corona spreken we van 60-70%. Dat wil zeggen, als 60-70% van de mensen vroeg of laat, en natuurlijk in ons geval liever laat, de ziekte doormaken, de resterende 30%, ja, die kunnen we eigenlijk zo houden. Dat zouden eigenlijk onze kwetsbare mensen kunnen zijn. En dan sterft corona vanzelf uit. Maar dat vraagt tijd en dat vraagt natuurlijk heel wat inspanningen. Dat lijkt, toch tenminste tot voor een paar dagen, de aanpak in het Verenigd Koninkrijk. Daar grijpt, of greep, de overheid nauwelijks in op het openbare leven. We are considering the question of banning major public events such as sporting fixtures. And the scientific advice, as we've said over the last couple of weeks, is that this banning such events will have little effect on the spread. Wel, zoals de Engelsen zeggen, doing nothing is altijd een option. Je zou kunnen zeggen, oké, wij doen niets. Dat is het extreme standpunt of het extreme scenario. En dan laten we gewoon die ziekte los op de Belgen, op een kwetsbare, vatbare bevolking. Wat is het gevolg? Dan krijgen we onmiddellijk een piek die onhoudbaar is voor onze gezondheidszorg, die natuurlijk ook onze kwetsbaren niet meer beschermt, met als gevolg heel veel hospitalisaties, heel veel opnames op intensieve zorgen en in verhouding ook heel wat overlijdens. En dat is iets dat je natuurlijk niet wenst. Zo radicaal pakken wij het in België dus niet aan. We mikken niet op die maximale en snelle groepsimmuniteit, maar wat we dan wel doen, mag ook geen lockdown heten. Het is een evenwichtsoefening. Dus enerzijds zeggen we van, kijk, die maatregelen die getroffen zijn vorige week vrijdag, die nu zelfs verscherpt zijn, hebben tot doel vooral social distancing tussen de volwassenen te creëren. En dat is heel belangrijk, omdat we weten dat is een grote groep in de bevolking, waarvan ook een aantal ziek kunnen worden. Dus we moeten dat kunnen absorberen met onze ziekenhuizen. Dus daar willen wij vertragen. Anderzijds willen wij ook het evenwicht zoeken met het laten aanzwellen van onze groepsimmuniteit. Dus we zeggen, onze jonge kinderen, en we zien heel duidelijk onder de leeftijd van 14 jaar gaan die niet onmiddellijk ziek worden, maar ze gaan wel de infectie opdoen en ze gaan mee opbouwen aan die groepsimmuniteit. Maar sommige landen kiezen wel voor één duidelijke aanpak. Spanje en Italië bijvoorbeeld zijn zo goed als volledig op slot in lockdown.
Dit heeft risico's, want dat wil zeggen van vroeg of laat kan dit virus terugcirculeren. Vanuit het buitenland of gewoon na een aantal seizoenen. En dan ga je weer maatregelen moeten treffen om die vatbare mensen weer eens in een lockdown scenario te behouden. Dus je riskeert daardoor dat je geen natuurlijke immuniteit opbouwt. Dat het virus niet op een natuurlijke manier gaat verdwijnen uit die bevolking. En dat je een tweede, een derde of een vierde golf kunt krijgen over de verschillende jaren. Intussen, als het ene land dit doet en het andere land dat, dan wordt het wel opletten aan de grenzen. Europa moet vaststellen dat elk land het een beetje anders aanpakt en vooral dat we een soort van noord-zuid gradient krijgen. En het zou ideaal zijn om dat toch op Europees niveau te gaan aanpakken en op Europees niveau een aantal regels afspreken van wat is nu de beste strategie. En de beste strategie zal misschien nog zijn wat we in België doen, het evenwicht zoeken enerzijds tussen dat laten aanzwellen van die groepsimmuniteit en anderzijds het beheersbaar houden voor onze gezondheidszorg. Dit was Ter Zake. Dank dat u keek. Over een paar minuten begint de afspraak. We moeten u een minuutje geduld vragen, want er is even tijd nodig om de regie te ontsmetten. Ook wij doen er alles aan om de omgeving voor werknemers en gasten zo veilig en gezond mogelijk te maken en houden. Ter Zake ziet u alvast heel graag morgen terug. Tot dan.